Hallo Babs. Niet gedacht, hè? Een brief uit Indonesië. Ik heb uiteindelijk de knoop doorgehakt. De vraag waar ik nu werkelijk thuis hoor, houdt me al zo lang bezig. Dat maakt me rusteloos. Ik heb daarom het vliegtuig gepakt naar de Molukken en de boot naar Seram. Als ik in Seram aankom, moet ik met de bus naar Tehoru, een dorpje aan de zuidkust van Midden-Seram. Die reis duurt 4 uren. Moet je je toch voorstellen in die hitte. In Tehoru moet ik nog een baai over naar het dorpje Mosso. Want daar is een post van de departement Kehutanan. Dat is het bureau voor bosbouw. Ik hoop dat de gidsen mij daar verder kunnen helpen. Ik ga op zoek naar de heilige berg Nunusaku met de waringinboom, waarvan gezegd wordt dat onze voorouders er vandaan komen. Er zijn tegenstrijdige verhalen over de geografische ligging van de Nunusaku. Als kind was ik ervan overtuigd dat de Nunusaku op de hoogste berg van de Molukken zou liggen, heel hoog in de wolken. En de hoogste berg hier op Seram is toch de Binaya, die in het heilige gebied Manusela ligt in de binnenlanden van Midden-Seram. Bovendien komt onze Mataruma, je weet wel, onze familieclan, volgens mijn oom uit Midden-Seram. Ik heb er alles voor over om daar achter te komen. Orang Maluku bilang Seram itu Nusa Ina, Bung. Itu artinya apa? Oh, yang dimaksudkan dengan Nusa Ina ialah Pulau Ibu. Maksud Pulau Ibu ialah dia meliputi pulau yang induk yang terbesar di Maluku begitu. Jadi dinamakan induk itu kan namanya yang paling besar begitu dan yang pertama begitu untuk melahirkan yang pulau yang kecil-kecil begitu. Jadi maksudnya Nusa Ina itu Pulau Ibu. Oh, yang pulau kecil-kecil tuh yang mana tuh, Bung? Pulau kecil-kecil seperti Lease, Saparua, Nusa Laut, Banda, Halmahera, sampai di Tobelo sana. Tak orang ada mau ke Manusela, Bung? Jadi kalau ke Manusela tuh ada jalanan oto kah? Oh, maksud ke Taman Nasional Manusela itu memang untuk masalah transportasi memang masih sulit begitu. Karena kita harus tempuh jalan kaki selama 3 hari, kurang lebih 3 hari begitu. Iya. Jadi dalam perjalanan itu kita nginap. Karena ada tempat-tempat khusus untuk kita menginap begitu di jalan. Tapi iya, jalannya setapak. Medannya juga ya kalau bilang juga agak berat begitu. Iya. Itu Manusela tuh orang Maluku bilang itu daerah suci ya, Bu? Iya. Maksudnya daerah suci itu begini, Bu. Karena Manusela itu dia masih alam, statusnya alam, belum dijamah oleh tangan-tangan manusia begitu. Jadi dinamakan suci begitu. Saudara-saudara rapat di sini atau mau menyimpang hari ini kita rencana berangkat dan tidur bermalam di Sinahari. Mari menyimpang satu-satu punya barang-barang. Het is zover. Na alle waarschuwingen, maar ook goede raad, zal ik nu naar het heilige gebied gaan. Mijn familie liet mij niet gaan zonder het zogenaamde Bikin Maksud, het gebruikelijke ritueel waarbij door middel van een gebed om bescherming wordt gevraagd. Als je naar het heilige gebied gaat, wordt je aangeraden een Ruturutu-blad achter je oor te steken of met een Bijbel in je hand te lopen. En zo zijn er nog een aantal van dit soort gewoontes die je beter wel ter harte kunt nemen. Voor mij geldt datgene wat mijn ouders mij hebben meegegeven, namelijk Hati Bersih.
goede intenties en een zuiver geweten. Bapak, Titi, oh, dong ada tidak ada, dong ada pergi naik cengki. Ya. Hari ketong istirahat di sini dulu. Iya. Ya. Ik begrijp soms niet hoe ik dit moet volhouden. Te bedenken dat de Binaya 3000 meter hoog is. Gelukkig schijnt het op die hoogte niet zo heet te zijn. Zoals gebruikelijk in dit gebied zullen we de nacht doorbrengen in het huis van het dorpshoofd, al is hij er zelf niet. Ze zijn bezig met de chinki-oogst, kruidnagelen en blijven dan op de doesoen. Ibu Dina, di sini tempat keramat. Biasanya kalau orang yang baru datang, biasa taruh ini rokok, Ibu Dina. Iya. Jadi Ibu Dina silakan ambil rokok. Weet jij wat een keramat is, Babs? Ik neem aan van niet, want ik wist het ook niet. Het is een begraafplaats van de voorouders. En je weet, voorouders zijn voor ons heilig. Om hen gunstig te stemmen, heb ik bij wijze van offer telkens iets neergelegd. We zullen nog meer kramats tegenkomen. Volgens onze informatie kan elke drager zo'n 20 tot 30 kilo sjouwen. Nu blijkt ineens dat het maar 15 tot 17 kilo is. Dat betekent dat wij tweemaal zoveel dragers moeten meenemen. Het gevolg is dat we tekort hebben aan voedselvoorraad, kampeeruitrusting, kortom alles. We moeten heel zuinig doen. Per dag één keer warm eten. Of rijstepap of bami-soep met gedroogd vlees of gedroogde groenten. En dat is bitter weinig als je bedenkt dat we 6 tot 7 uur per dag moeten lopen. Op een tocht als deze word je echt op jezelf teruggeworpen. Je leert jezelf heel goed kennen. Onze eerste overnachting in tenten is in Liang 2. Dat is de tweede grot die je tegenkomt en dient als rustplaats voor voorbijgangers. Het is er nat, koud en modderig. Het doet me aan Nederland denken. Kun je je dat voorstellen? Maar ik heb beloofd niet te klagen. Kom.
buang atribut dari kepala Tio. Ada posisi kita. Cerita Manusela itu daerah suci ya? Ya, cuma buat ketung nih anak-anak nih. Saya seketung belum bisa cerita Manusela, sejarah Manusela ini karena menurut ceritanya ini sejarahnya orang tua-tua. Sejarah yang adat, istiadat yang suci ya begitu. Jadi kalau kata anak-anak begini belum bisa cerita. Mungkin dari orang tua-tua yang tertentu saja bisa cerita begitu. Jadi ketong anak-anak begini belum bisa cerita, tidak tahu cerita. Iya, dorang yang di sini siapa ada tahu sejarah mengenai Nunusaku? Tuan sing tahu. Sing tahu. Mungkin yang lain-lain mungkin ada yang tahu kapa. Kita kira nanti besok pagi kita tiba di Manusela, kita bisa tanya orang Manusela. Waarom vertellen ze mij nu niets? Weten ze het echt niet of houden ze de verhalen voor mij verborgen? Op dit soort momenten voel ik me buitenstaander en vooral erg triest. Maar misschien komt dat ook wel omdat ik net een tocht van 11 uren achter de rug heb. Maar in Malang toen dat dan zo glad bomilos is, dus ik toch zo sampai di mana nih? Nah, kata orang ini memang sudah sama di Huale, Gunung Huale. Tapi tempat ini Nasalala, Nasalala. Yeah. Tempat ini Nasalala. Baru di sebelah bawah itu lembah, namanya itu Lembah Manusela. Lembah Manusela. Sebelah kanan itu kelihatan Kampung Manusela. Jadi di sebelah sana itu Gunung Kobi Poto. Di sebelah sana itu Gunung Murkele. Murkele. Iya. Iya. Jadi nanti kita sebentar mau berjalan ke Manusela, kira-kira berapa jam tuh Milos? Kira-kira bisa 3 atau 4 jam begitu. Thank you.
Maju. Ibu Nina, ini desa manusia lain. Na een zware tocht van 4 dagen vol ontberingen komen we eindelijk in Manusela aan. Hier heb ik zo naar uitgekeken. Zou ik hier antwoord krijgen op mijn vragen? Ibu Nina, ini Bapak Penjabat Kepala Desa. Nina Watimena, dari Tanah Belanda. Liliata. Iya. Liliata. Iya, Nina Watimena. Silakan. Silakan masuk. Iya, terima kasih. Ik betrap mezelf erop dat ik teleurgesteld reageer op het uiterlijk van de mensen. Belachelijk dat ik het idee heb dat ze hier nog steeds in lendendoekjes rondlopen. Ze zien er net zo uit als ik, maar zelf vinden ze van niet. Ik verbaas me over de mooie stenen kerk. Stel je voor dat je met al dat bouwmateriaal op je nek die hele route moet afleggen. Ik moet er niet aan denken. Zelfs in dit afgelegen dorp, waar alleen een lagere school is, hebben de kinderen schooluniformen aan. Ze spreken me aan met mister. Volgens mij vinden ze me maar een alien. De vrouwen hebben het druk met zoveel gasten ineens. Maar de volgende dag mag ik met ze meelopen tijdens hun dagelijkse bezigheden. Als je hier zou wonen, kun je je carrière of hobby's wel vergeten. Je bent de hele dag bezig met de huishouden. De voedselproductie is een taak van de vrouwen. Er is eten in overvloed. Ze verbouwen onder andere maïs, spinazie, aardappelen en andere knolgewassen. Ada mau tanam apa nih Usin? Ini bawang, mau tanam bawang. Jangan kering. Iya. Een gesprek met de vrouwen is me niet gelukt. Het is ook niet makkelijk om een vraaggesprek met het dorpshoofd te hebben. Hiervoor komt de dorpsraad bijeen. Met de Berang Merah op hun hoofd bewaken ze het gesprek. De Berang Merah is een hoofdtooi die ze in vroeger tijden droegen als ze ten strijde trokken. Nu draagt ze het bij belangrijke gebeurtenissen. Manusela ini sekarang sudah jadi Taman Nasional. Ja. Papa rasa bagaimana sekarang sudah jadi begitu? Ah, ibu, memang ini selaku pita masyarakat di sini, kita terkejut. Sebenarnya kita terkejut dalam arti bahwa taman ini mungkin karena program pemerintah sehingga oleh ya hasil sidang di Bali tentang penentuan nama taman ini ternyata hasilnya itu yaitu Taman Nasional Manusela. Jadi itu sidang di Bali itu dihadiri juga mungkin dari wakil-wakil dari luar negeri, mungkin ada beberapa negara juga.
Dan setelah program pemerintah ini, yaitu daerah kita ini dijadikan taman nasional, maka hal ini juga bisa dapat ya membuat kita generasi muda itu supaya adat istiadat atau kebudayaan asli kita itu kita mau kembangkan, jangan hilang. Taman Nasional ini merupakan pusat penelitian ilmiah oleh karena fauna dan floranya, ada binatang-binatang langka yang di tempat lain mungkin tidak ada. Bitani biar sudah lahir dan besar di tanah Belanda, tapi Bitani Watimena, jadi berarti beta anak Maluku. Bapak punya perasaan bagaimana tentang itu? Ya, mengenai asal usul, mungkin ada soa-soa yang tadinya berasal dari manusia, tetapi kadangkala itu mereka sudah pindah, mereka rubah nama marganya itu. Jadi jelas mungkin sesuai tuturan orang tua bahwa ada soa-soa juga yang pindah ke pulau-pulau Lease, Ambon. Bapak bisa cerita sedikit dari sejarah Seram? Mungkin sejarah Seram saya masih muda, jadi mungkin tidak sempat saya cerita itu sejarah Seram. Mungkin saya bisa ceritakan sedikit mengenai asal-usul desa Manusela. Iya, boleh. Manusela bisa dapat diartikan bahwa ada dua kata khusus, yaitu manu yang artinya burung, tapi diumpamakan dengan suku soa-soa yang pindah tadi. Sedangkan sela berarti pergi mencari tempat perlindungan yang baru. Nah, oleh karena sudah dibuat satu desa atau satu negeri, maka agama Kristen Protestan sudah mulai masuk, yaitu pada tahun 1889. Maksud beta datang di Seram ini juga cari asalku, dan beta kira ketorang semua nih dari Nunusaku. Apa itu benar? Ya, memang betul bahwa mungkin sudah pernah dibaca atau didengar dari cerita, tetapi menurut kami di sini atau sejarah kami di sini bahwa mungkin semuanya bersumber di sini dulu, bahwa Manusela ini adalah daerah suci menurut hemat kami itu, karena di dalamnya itu mungkin ada tempat-tempat yang bersejarah, yang gunung yang diliputi oleh gunung juga yang punya sejarah, tetapi diantaranya Merkele dan Binaya. Tetapi untuk Binaya ini nanti ibu setelah tiba di Kanike baru tanya di Kanike. Een klein groepje dragers vormt de kern van onze expeditie. Deze wordt steeds aangevuld met dragers uit de dorpen die wij aandoen. De laatste ploeg wisselt steeds. Zo kan ieder dorp profiteren van het toerisme. Een goed systeem, vind ik. De leeftijd van de dragers varieert van 16 tot 20 jaar. Ze noemen mij al gauw Mimimantu, dat is schoonmoeder, omdat het elke keer zo'n gedoe is om de dragers te mobiliseren en te coördineren. Gelukkig zijn het behulpzame en vooral zorgzame jongens. Ini namanya kasbi bambu.
Kak, ya, sudah lapar, Kak? Sudah lapar. Ya. Sudah. Yang makan hampir lupa diri. Ya. Lapar. Tuh habis? Ada. Makan, makan, makan. Enak. Perjalanan berapa jam lagi, Bu Melos? Tapi kalau... Hampir-hampir jam. Kalau ini jalan, kalau di minum. Op weg naar Kanike overnachten we hier in Selumena. We hebben knolgewassen en groenten gekocht en mogen die klaarmaken in de keuken van het afwezige dorpshoofd. Menyora kalau wanita-wanita di sini umur berapa gitu kawin dan berumah tangga? 20. Iya. Dan kalau sudah berumah tangga, anak-anak berapa kira-kira? 8. 8 gitu? Iya. Iya. Dan kalau 8 gitu, umur berapa? Brief lezen van tante Nina. Ik merk een duidelijk verschil tussen mij en de vrouwen. Nu voel ik hoe westers ik ben. Wel ben ik erachter gekomen dat er in elk dorp een vrouwenvereniging is, de zogenaamde PKK. Het is door de overheid opgezet en richt zich op het welzijn van het gezin. Mijn beheersing van de taal is zodanig dat ik geen persoonlijke gesprekken met ze kan hebben. En zeker niet over zaken als de Nunusaku. Pelan-pelan, ja. Mati. Pelan-pelan-pelan. Taruh kaki pelan-pelan saja. Licin. Licin. Nah, itu lagi. Hati-hati, pelan-pelan, pelan-pelan. Ayo. Licin-licin. Tumi-tumi relasi kuah, berjati kuah, makan satu, makan dua. Bambu-bambunya. Cari dulu, ya. Ini sudah mau dekat di kampung kami itu. Berarti, ya. Ini licin. Ya, ini kan ini. Bapak Raja punya rumah di Bapak. Masuk ke licin. Ini jalan tutup. Ik heb alvast mijn intrek genomen in het huis van het dorpshoofd. Alle belangrijke mannen zijn van huis vanwege de installatie van zijn opvolger. Vanuit het huis van het dorpshoofd zie je duidelijk links de berg Morkili en rechts de Binaya. Ik zou het niet in mijn hoofd halen de Binaya te beklimmen zonder toestemming van de Tuantana. Dat is de symbolische bezitter van het gebied. Daarom zijn twee Engelsen ooit tijdens dichte mist in een ravijn gestort, waarbij één om het leven is gekomen. Binaya Makandia. De Binaya heeft hem opgegeten, zeggen ze hier. Selamat datang. Ya, selamat datang. Batimena. Batimena, abi datang. Bapak Raja, mengapa Bapak Raja sekarang sudah turun jabatan? Gak turun jabatan, oleh karena saya sudah tua. Satu.
Dua, saya sudah bina masyarakat sudah 12 tahun, cukup. Kanike ini ya, sudari dulu selalu di tempat ini. Bapak bisa cerita dia punya sejarah? 45. Ya. 45 bukan negeri ini. Iya. Dari kampung lama pindah ke sini. Mengapa mereka dari kampung lama mau pergi negeri baru ini? Artinya pada masa itu juga semua ada tersiar lari dari perang remes dengan merah putih. Semua lari di hutan. Waktu itu saya juga ada masuk pendidikan di situ, di kampung lama itu, SD. Iya. SD kelas 3. Saya tamat SD. Iya. Hanya di situ ada sekolah Ploksohol, hanya dulu itu, masa Belanda. Artinya masa Belanda itu Belanda, dan dia punya pasukan. Iya. Ya. Juga ada serapan dari Jawa, dari hukuman orang hukuman. Kami juga ada masih kecil-kecil. Kita masih dalam pendidikan. Murkele besar dan Binaya itu, yang Binaya gunung yang tertinggi di Seram, itu orang bilang gunung yang suci ya? Iya. Apa Binaya itu mungkin Nunusaku? Tidak Nunusaku. Tidak. Pohonnya di Murkele besar. Barut bercabang-cabang. Ya, menurut cerita orang tua. Kalau Murkele itu boleh naik Murkele besar? Akhirnya masa Belanda itu, masa Belanda tidak bisa naik. Hanya mereka patroli hanya di bawah. Di atas itu bisa. Kalau di atas itu ada alasannya. Alasannya pembunuhan, bunuh satu orang dulu baru masuk gunung Murkele. Iya. Waktu ada batu alasan, alas itu kepala manusia baru masuk. Itu sudah ada dulu. Tapi kalau Binaya tuh? Binaya itu biasa, bisa. Ik ben erg gespannen. Vandaag valt de beslissing. Via het nieuwe dorpshoofd kan ik eindelijk de Toontanner spreken. Hij kan mij alles over mijn oorsprong vertellen. En van hem hoor ik of ik de Binaya op mag. Wat praat jij niet? Ik doe het even. Voilà, dit is het. Ja. Nu zijn we willen aan Maïna. Bita mau ke Gunung Binaya. Jadi Bita mau minta izin dari Tuan Tanah, apa itu bisa? Bisa, kenapa ya. Tidak bisa? Ya. Bisa saja, enggak apa-apa. Iya. Bapak bisa bawa Beta di Tuan Tanah? Oh, boleh. Kapan? Ya, kapan saja. Kalau Bapak bilang sekarang, boleh. Oke, ya. Kalau sekarang bisa. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Bapak-Bapak. Selamat siang. Cari kenal dulu. Iya, iya. Watimena. Ini mau. Watimena. Ini mau. Watimena. Ini mau. Kalau ketemu orang Maluku nih, Tuan Tanah,
semua asalnya dari daerah sini, daerah suci ya. Binaya itu gunung yang tertinggi di Seram. Menurut cerita, mungkin Gunung Binaya itu Nunusaku. Apa itu benar? Sembelah. Bukan Nunusaku punya. Tapi Nunusaku rahis. Ya, sorry. Nunusaku rahis. Nunusaku ya boleh baik. Nunusaku itu dulu harus dari Murkele. Sebab Murkele adalah asli pusat Nusa Ina ini. Nah, sehingga perintah dari Murkele bahwa orang ini harus ke Nunusaku. Dia tinggal di Nunusaku. Ada juga perintah orang ini tinggal di Keving, di sebelah sana. Ini sebagian tinggal di Ambon, Saparua, yang biasanya apa? Nusa Laut. Nah, itu. Jadi pusatnya, titik pusatnya itu menurut beliau, yaitu Murkele sebagai gunung yang bersejarah di dalam Nusa Ina atau Seram ini. Iya. Jadi orang Maluku semua dari Murkele. Iya, pandangan kira-kira Maku, begitu, pandangannya. Nusa Ina Nusa Mahehi bai. Ini nih, ya terbinaan. Menurut beliau itu Nusa Mwele Amaina. Nusa itu masih dunia. Wele itu terang. Ama itu bapak, Ina itu ibu. Jadi bumi, terang, bapak, mama. Iya. Jadi pemahamannya bagaimana kira-kira menurut ibu? Bisa kembali merenungkan itu bersama rombongan atau cerita-cerita di Katong Pumbaa Sudara di sana. Iya. Tuan Tana. Iya. Murkele itu boleh dinaik atau? Kawak. Menurut beliau, Murkele itu belum bisa didagi sembarangan. Ya, belum ada waktu untuk didagi ke sana. Beta mau ke Gunung Binaya itu, apa Tuan Tana bisa kasih beta izin? Bisa. Dan beta mesti bikin apa untuk dapat izin itu? Sirip pinang. Nanti kita punya tete nenek moyang asal, nanti saya bicara untuk tete nenek moyang kita, nanti dia antar kamu. Thank you.
Selamat. Ik heb toestemming van onze voorouders. De dominee heeft zijn zegen gegeven, terwijl de gemeente Angin Ribut Munjerang zingt. Een lied dat wij in Nederland zingen tijdens rouwdiensten, als je steun bij elkaar zoekt. Nu is het nog de vraag of de Binaya mij zal ontvangen. Na 2 dagen klimmen zijn we nu halverwege. We slaan vroegtijdig ons kamp op, zodat we ons gedegen kunnen voorbereiden op de dag van morgen. We maken vast ons proviant klaar en zorgen voor genoeg water, want daarboven schijnt geen druppel water te zijn. Ik word nu wel een beetje zenuwachtig. Zal ik echt de top bereiken? Ten slotte heb ik hier duizenden kilometers voor gereisd. Wat zal ik op de top van de Binaya vinden? Van een enkeling die erover wil praten, hoor ik dat er op de top het mooiste landschap op aarde te vinden is. Met daar middenin een prachtig zoutwatermeer. Maar het is niet voor iedereen weggelegd om dat te aanschouwen. Harry, nog eens. Nina, ini keton sudah di ketinggian 2500. Nah, di sana terlihat apa? Gunung Murkele. Sebelah belakang keterang ini sudah mau dekat Waipuku. Ketinggian 2900. Jalan lama lagi dari sini. Kira-kira 1 jam. Iya. Bisa sudah sampai. Ini bawa di bawah di bawah. Puncak Binaya di sana. Nog maar 100 meter van de top. Zo dichtbij en toch ver weg en onbereikbaar. De Binaya sluit zich af voor mij. Zou ik hier dan toch niet thuis horen? Maar waar dan wel? Of ben ik als de Manusela? De vogel die zijn vleugels uitslaat op zoek naar een nieuw toevluchtsoord.